Dus dat zien we wel even. Ben Bisschop van KLM, van Schiphol is opgestapt. Ben Bisschop, zo, die is opgestapt van Schiphol, de directeur van Schiphol. Hallo, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Ook hand voor de microfoon. Ook mijn nieuwe vlog van mij. Het is vandaag weer donderdag. Dus mijn schoonvader is geweest met de gordijn, maar dat liep een beetje anders, want die haak moest aangezet worden en dat bleek nog een hele klus te zijn. Dus het moet allemaal op maat gemaakt worden. Dus dat is dus de volgende keer worden de gordijnen opgehangen. Ja, ik wist het ook allemaal niet. Ik ben geen verstand, jongens. Ik heb altijd meer kant-en-klare gordijnen met lussen eraan. En met die hakenboel weet ik helemaal niks van. Ja, mijn vader en moeder had ook wel beter. Hadden veel liever gewoon gordijnen. Maar ja, ik heb daar geen verstand van, jongens. Maar fijn, dat wordt allemaal weer opgelost. Dus ik heb een nieuwe stofzuiger. Speciaal voor dieren en van kattenharen op te zuigen en zo. Dus mijn schoonvader zei, die stoelen die zijn allemaal vernield door de katten. Ja, door Nicky eigenlijk. Ja. Je kan ze wel wegdoen, maar dan hebben we geen stoelen daar meer. Ja, ik zei beste man, Nicky wil niet aan de krabpaal, dat doen ze niet. Maar dat kan man ook niet, maar die poezen, die moeten nagels goed houden. Maar zegt aan de krabpaal, Nick die zit wel eens aan, maar Nicky doet het niet. Dus, maar fijn. Die zit hier ook in weggemaakt. Dus even in het Rastropark. Ik wil hier nog eens een keer op vrijdagavond vloggen. Dat wil ik voor eind oktober wel even doen. Dat doe ik hoog aan mijn verlanglijstje eigenlijk. Hoe je dat wil zeggen. Dus een dagje vrij. Dus tot eind van dit jaar is dat allemaal. Dus in ieder geval een beetje pijn het hoofd misschien. Ik heb vast geslapen. Ja, vanmorgen weer een neef om mijn kop te zoomen, man. Ik kan het best nooit te pakken krijgen. Maar fijn, er zijn brandmeters, hè? Veel brandmeters hier. Dus heel leuk. Oeh, wat zijn leeg. Ik heb dat nog opgeladen. Oh nee, ik heb het niet opgeladen. Oh, dat is niet zo best, jongens. Dus ik denk niet dat dit een te lange vlog wordt eigenlijk. Batterij zie ik vergeet op te laden, dus ik denk niet dat het al te lange vlog wordt. Maar fijn, dat zien we wel even. Dus dat zien we wel even. Ben Bisschop van KLM, van Schiphol is opgestapt. Ben Bisschop, zo, die is opgestapt van Schiphol, de directeur van Schiphol. Directeur van Schiphol is opgestapt. Ja, die doet weer wat. Stap je op, laat hij een dikke puin zo achter en hij stapt op. En zijn opvolger die kan het allemaal weer op gaan knappen. Ik snap het ook niet. Mijn schoonvader. Ja, ik heb een agenda gezet waar mijn schoonvader komt gordijnen ophangen, maar dat gaat nu weer niet door. Maar fijn, het komt allemaal weer goed, natuurlijk. Maar dat was ook weer drukte van belang, een flauwekul allemaal. Ja, de vakanties zijn om, zo, mensen zijn allemaal aan het werken. Nog steeds drukte van belang. Dus directeur is opgestapt. Dus die gaat het zinkende schip verlaten, zo denk ik. Ik knap hem mee, maar zijn opvolger moet alles weer gaan opknappen natuurlijk. En hoe ze het allemaal willen hebben in de toekomst, ik weet het niet. Het was altijd de visitekaartje van Nederland in Schiphol. Maar dat is nu echt geen visitekaartje meer. Dus aandacht jongens. Dus Bisschop is opgestapt. En er zal wel opvolger komen, maar wanneer en hoe en wie weet ik ook niet. Dus zeg hier dan. Ja, mijn schoonvader zei, het huisje van jou, dat ziet er niet echt, ze doen er veel meer aan. Ik zei nee, maar ik sta al ingeschreven voor een ander huis, maar dat is ook niet echt, daar sta je ook al jaren op natuurlijk. Ja, wel een huis in Noordhoek, maar ik ben niet zo Noordhoek-achtig. €700, Kijk, je betaalt €400, daar betaal je zo'n stukken huis natuurlijk niet meer voor. Maar ik weet niet wanneer ik ga verhuizen, dat kan natuurlijk jaren duren nog. Maar fijn, moet ik een boel opknappen, een hele huis opknappen. De €100 kwijt, Als je de toekomst wil willen verhuizen, Ik heb hier van alles van niks opgeknapt. Maar fijn,
Een beetje pijn hoofd. Een beetje vast geslapen, denk ik. Dus Ja, water, hè? Mooi water hier. Dus ja, lekker hier. Lekker. Ja, batterij in geel. Geel batterij, een beetje geel daar in de hoek. Een beetje geel, ja. Vergeet hem op te laden. Dus moet straks in opladen. Want de lekker in de kist moet nog opnemen nog. Dus dat moet er niet gebeuren. En morgen kom ik hier met een buitenvlucht. Ik weet niet, dus morgen, ja, het is nog morgen wel meer weerwezen. Ik zie het morgen eerst al even. Want mijn vriendin heeft morgen een barbecue. Dus die daar hoef ik niet op te staan te wachten. Ja, normaal, meestal vrijdags sta ik op haar te wachten. Want vrijdags zijn we meestal mooi vroeg thuis. Maar dat hoef ik morgen dus niet. Dus ik ga zo naar huis toe gaan. Dus, een nieuwe stofzuiger, hè? Een beetje een mooie stofzuiger. Speciaal voor katten. Een kattenhaar op te zuigen en zo. Maar Nilfix, gaat dat wel goed, hè? Nilfix. Ik vind het wel goed merken, dus ik geloof dat wij ook een schoenmaakmachine hebben, een schrotmachine van Nilfix. Maar ja, die staat ook weg te rotten eigenlijk. Het wordt niet meer gebruikt, wordt niet meer. De vloer wordt niet meer schoongemaakt, alles zit onder de zout. Maar ja, allemaal production geld, maar ja, alles gaat wel naar zijn lamoer natuurlijk met dat zout. Die snapt het ook niet. Ja, ik zou niet weten wat met de schrotmachine thuis moet doen, dus ja. Dus ja, ik heb wel zin om ander huisje te krijgen. Ja, koophuizen, dat is eigenlijk dat is een no-go, hè. Dat is onbetaalbaar. Kijk, ik ben bijna 50. Ja, mijn huis zit daar misschien 30 jaar aan vast. Misschien langer. Ja, ben ik wel een oud mannetje. Ja. Maar ja, huurhuis, dat krijg je niet zomaar, hè. Wat is dit hier? Poepkes. Zulke grote jongens maak ik niet. Poepkes. Ja, iemand vroeg als mij als ik even in de supermarkt wil vloggen. Ja, de meeste supermarkten mag dat niet. Vooral bij Albert Heijn willen ze dat niet. Misschien dat ik Jumbo's kan gaan proberen, maar ik geef je geen garantie. Dus ik weet wel dat bij de Albert Heijn mag dat niet. Er staat duidelijk een bordje niet foto's maken en filmen. Dus ja, bij de Albert Heijn gaat dat niet lukken. Misschien bij super de boer, deze niet meer, maar misschien bij Jumbo thuis misschien. Maar ik geef daar geen garantie toe. Bij de meeste winkels mag het niet, allemaal om die privacy gedoe allemaal. Hè. Ja, maar op het einde is het een no-go. Dat weet ik zeker dat ik dat niet mag. Maar ik kan daar geen garantie voor geven. Als het echt mag natuurlijk. Hè. Dus, ja, normaal was mijn schoonvader niet bij me, maar ja. De grijnen waren niet goed. Ja, het was... haak aan te zetten, dat is ook een dagtaak zowat. Ja, ik heb daar geen staf van, jongens. Ik heb normaal kant-en-klaar gedaan met losjes en zo. Maar ja, gewoon een gordijn is natuurlijk veel mooier, en die wordt op maat gemaakt en zo. En dan betaal je gewoon per meter. Nu is een stuk afknipt, ja. En dan moet je met een strijkijzer of zo, maar ja, dat is... Tineke zei dat is ook niet echt geweldig. Maar ja, goed wel een stuk weg wat je betaald hebt eigenlijk, hè. Hebben ze wel een beetje gelijk in, maar ja. Dus ja. Kijk. Wat allemaal, hè. Mooie natuur. Kees in de natuur. Dus ja. Toch lekker droog even. Ja, met mijn flycam moet ik wel eens een keer mee aan de gang. Een beetje mee gevlogen, maar het waaide nog een beetje te hard. Gaat de komende tijd wel. Ik wil de komende donderdagen even met mijn drone bezig. Om even ja, toch in mijn vlog wat luchtbeelden in te monteren. Dus ik heb nog tot eind van het jaar nog werk ik nog 3 dagen en heb ik 2 keer in de week vrij. Alleen ja, het zal een beetje mooi weer worden, denk ik. Hoop ik tenminste wel. Dus. Volgende dinsdag komt iemand voor de douche staan. Tussen 8:30 s'morgens en 11:30. Ja, vroeg maar ja. Maar even een keer niet uit. Dus ja, lekker broodje gehad thuis. Een aantal rode bieten. Lekker rode bieten met siepels. Met uitjes. Lekkere uitjes erbij. Dus ja. Het is rustig hier, hè? Ja, het is allemaal vakantietijd allemaal voorbij, jongens. Mensen zijn allemaal aan het werken en, natuurlijk. Ja. Oeh. Lekker uitgeslapen, even.
Ja, ze is maar zo'n beest om je kop te zoomen. Ja, ik kom niet te pakken krijgen. Er waren twee. Eén heb ik doodgenept. En die andere, die zit ergens maar. Maar weet ik niet. Misschien moet ik weggevlogen naar buiten natuurlijk. Hè? Want ik heb altijd het raampje een beetje openstaan. Dus ja. Tiri-tiri-tiri. Oh. Het is mooi weer nog, hè? Ja. Van het weekend wat meer weer. We is ook morgen wat buiig. Dus ik ben benieuwd als ik morgen na het werk ook buiten kan vloggen. Maar anders wordt het gewoon weer binnen vloggen. Ja, zoals dat zal weer gaan gebeuren, denk ik. Als het weer wat minder wordt. Dus, maar ja, in ieder geval. Dus, ja. Zaterdag even naar de stad. Dan is even wat oefeningen met brandweer, ambulance en zo. Ja, ik hoop dat het een beetje droog is, maar zaterdag nog iets beter zijn, geloof ik. Dus daar wil ik wel heen. Dat is morgens 10 uur tot smiddags 5 uur. Dus het lijkt me leuk om daar even heen te gaan. Dus ja. Ik zat nog even in de stad in, nog even wat koekeloeren. Ja, normaal als mijn schoonvader mij het boel ophangen, maar dat binnenkort gaat er weer gebeuren. Dus ja, maar fijn. Ik heb weer een groene broek aan, spijkerbroek weer. Dat ik die korte broeken maar weer in de kast neerleg. Dat zal nu wel gebeurd zijn. Ja, komende tijd wordt het 7, 8 graden, dus ja. Minder in. Het zijn ook al op 3 weken, is het oktober geloof ik. Dus, ja, volgende week woensdag begint het badminton weer. Dus we gaan weer in badmintonnen. Van 7 tot 8 uur, dat is ook heel leuk. Dus dan kom ik, ik denk dat ik woensdag dan niet met een vlog kom. Dan moet ik heel hard filmen en zo. Ja, dan moet ik zo snel. Dus ja, hoe het volgend jaar eruit ziet als ik weer 5 dagen werk. Ik denk dat het maandags, ja, of moet de vlog voor de tijd maken. Maar dat zie ik wel even. Maar zover is het nog niet. Maar in ieder geval. Dus dan kom ik thuis, moet ik snel eten en zo. Hè. Dus, ja, snel. Valt een beetje mee. Maar fijn. Ah, druk op het werk. Ja, er zullen nog 3 mensen bij komen. Ik hoor ook wel dat er weer brugwachters bij ons komen te werken weer. Nou ja, dat heb ik weer van horen en zo. Hè. Dat, ik weet ook niet wat daar de kern van waar het in zit. Maar wat daar de waarheid van is. Ja, de baas is morgen vrij van ons. Het is morgen vlofdag, dus morgen zitten we met de voorman opgescheept. Nou, dat is gewoon aardige man wel, dus dat valt mee. Ik kan altijd wel met die baas opschieten wel. Dus dan zo weer in een huis. Dat de vlog afsluiten. Dan ga ik in de stad in. Dat doen. Dus morgen kom ik met de vlog. Ik weet niet of het een buitenvlog wordt. Het is net goed wat weer het is natuurlijk. De spoelende regen is natuurlijk niks aan. Dus ja, het is wat een snoeien geweest voor mij. Ja, daar wat met die gras. Het gras aan maaien geweest. Dus de kanten wat afgemaaid. Gewoon met zo'n loop de kantjes vanaf, maar ja, ze hebben de kant wat gemaaid. Misschien dat hier ook nog doen. Dus, ja, ik ben lekker hier. Mooie plant. Richting huis weer even. Het is wat later, maar het is wat druppen volgens mij. Dus ik kan wel wat dingen doen. Vanavond even een aardappel zitten met... ik heb nog een kamenaadje. Kamenaadje nog. Het is nog geldig geloof ik. Dus 16 september zijn we niet, hè? Nee, dus die kan ik nog opeten. Dus lekker. Je ligt weer een grote lekkere poep. Ja, zulke grote jongens maken niet in mijn zeepot. Zo, ik zie dat de kamer in rode cijfers zit. Maar fijn, het begint wat te regenen. Ik zie jullie in ieder geval zo thuis. Dus ja. Kijk, dit dat is niet mooi meer, jongens. Maar ja, ik ga niet naar de trap halen. Ja, ik kan een stoel wegdoen, maar dan kan ik hier niet bij de tafel zitten. Dus ik moet er een oplossing van zien te vinden. Maar fijn, ik hoop dat wel even gaat lukken natuurlijk. Dus ja. Hier is een stofzuiger. Kijk, mooie stofzuiger. Dus Kijk,
Nou, jullie zien het ook niks. Ik leg jullie even neer. Dus kijk, dit is mijn stofzuiger. Mooi, nieuw fix, speciaal voor kattenharen zo weg te halen. Er zit dan ook een speciale. Kijk, voor katten, dus veel beter. Dus een mooie stofzuiger even. Dus ja, ik heb gehaald. Dat is heel leuk. Ja, de politie zijn nog steeds bang voor stofzuigers, maar ja, dat zal ook wel niet veel veranderen. Maar fijn, dan ga ik zo even de stad in. Dan zien we morgen weer in met de vlog. Hoe wat weet ik niet, als ik buiten vlog, het even net hoe het weer is. Ja, als het minder weer wordt, zo meer binnen vloggen worden natuurlijk. Maar ja, ik heb geen waterdichte camera. En dat ga ik ook niet speciaal aanschaffen natuurlijk. Hè. Dus in ieder geval, ik ga deze vlog weer sluiten. Dan zien jullie me in ieder geval morgen weer terug met een nieuwe vlog. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal voor leuke video's. Volg me op Insta en Facebook. En dan zien jullie morgen weer terug met een nieuwe vlog van mij. Tot morgen maar weer. Doei.